but it didn't sound, we didn't hear it here, so if there was freshly squeezed was here, he'd be getting himself ready to go over the little downline. Now, coming out of there... Alleen op Genua 7, 7,5 knoop over de grond. Lifelines on. En Bert vindt het helemaal toppie. Schouwt u de nieuwste zeilte nu van Bert Janssens? Janssen, sorry. In zijn ondergoed, zijn sexy Crocs. Zijn Crocs, 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 Crocs. En kijkt u even mee naar dit feerieke beeld van oneindig water, 4 tot 5000 meter onder de kiel. En niemand op de IES, dus iedereen zit hier in een veld van gigantisch uitgespreid. Dus de eerste zouden gisteren aangekomen zijn, dat hebben we vernomen. Wat later is dan dat wij hadden gedacht, dus ben eens benieuwd als we aankomen wat dat voor ons betekent. Nu dat wij er echt op gebrand zijn om bij de eerste weet ik zoveel te zijn. Maar het boeide ons wel om te weten waar dat wij in het pak zitten. Dus we vermoeden dat zeker morgen dat we wat meer op de IES gaan zien, omdat iedereen stilletjes aan begint te convergeren vanuit alle gevaren richtingen, hoeken. En gisteravond hebben we schip gezien dat een hele snelle bak is die vanuit een heel bijzondere hoek afkwam gevaren. Dat we dachten van tja, wat is dat? Dus ja, bijzondere dingen. Enfin, zwart, we gaan verder uitkijken naar dolfijntjes en er wat van genieten en vooral lekker opdrogen. Thank you.
dinsdagmorgen 9:30 UTC. Dus hier 8:30 zijn we dus waar we het voor gedaan hebben. Ponte Delgada, hier recht voor. Rood-wit markeerteken. En de overkant van de jachtclub. Daar ligt een imaginaire lijn tussen. En die moeten we overschrijden en dan zijn we gefinished. Het is nog een boeiende nacht geweest. We hebben gisteravond om 9:30 Thailand zien liggen, maar we hebben heel de nacht aan het vechten geweest met weinig tot geen wind. Heel de nacht doorgespinnakkerd en nu zijn we zelfs met een windseeker bezig om toch nog iets van wind te krijgen. Dus, maar goed, het heeft ons dan wel de kans gegeven om Ponte Delgada en het eiland te zien vanuit de nacht naar de ochtendvloren en al een eerste impressie te geven van het eiland. Dus we kijken er naar uit. Hier tussen. En dat gebouw met die bollen. Dat is het clubhuis. Het is stevig aan het regenen buiten en in de boot binnen staat daar continu water. We hebben al heel wat lekken gevonden de voorbije dagen en die afgeplakt met duct tape. Maar ik stel nu toch maar weer vast in de regen dat er een aantal buiten onder een winch lekken. En die lekken natuurlijk recht in mijn bed, wat had je gedacht? Maandag 24 juni en sinds gisteren zijn we net voorbij halfweg. Nou, dus net geen week zeilen. Dat is een beetje trager dan verwacht, omdat de eerste twee dagen er heel weinig wind was. Dus het waren echt twee dagen van ronddobberen op een vrij hoge deining. Dat wil dus zeggen dat de boot de hele tijd heen en weer ligt te wiebelen, mast heen en weer gaat. De zeilen niet gevuld geraken en heen en weer slagen constant.
Heel frustrerend. Maar dan zijn we toch vertrokken geraakt en dan sindsdien onderhouden we eigenlijk een behoorlijk goed tempo. Ik zit hier in het hoekje waar ik vrij veel van mijn tijd doorbreng. Navigatiehoek, waar we bezig gaan met de navigatie natuurlijk. En de weerroutering, dat wil zeggen de meest optimale route uit naar de bestemming zoeken op basis van de weerinformatie die we ontvangen via de satelliet. En waar we dus de posities van hoge drukgebieden, lage drukgebieden en de daaraan gekoppelde windrichtingen en windsterktes kunnen zien. We kunnen even rondkijken, hè, wat we hier allemaal hebben. En hopelijk is dat goed duidelijk. We hebben hier de GPS, of de plotter beter gezegd, waar we kunnen zien dat we momenteel net boven de hoogte zitten van A Coruña. Dus dat is net iets hoger dan halfweg, met de bestemming hier Falmouth, het zuidwesten van Engeland. We hebben hier een tablet met de software die ik gebruik om de weerroutering te doen. Die heb ik gekoppeld met satellietsysteem, dus dan kan ik rechtstreeks gripfiles en weerkaarten downloaden. En dan hier rechtsboven hebben we de satelliettelefoon met daaraan gekoppeld een soort wifi transponder. Zodanig dat we draadloos met tablets en smartphones eigenlijk toegang hebben tot internet via de satelliet. Hoe was het weer? Outremer 55 light. Ja.